Breda Nu. Je weet het meteen. Tijdens de avondje nakloop kon men 3 afstanden lopen. Met het doel om geld op te halen voor de grote kerk was dit een fijne avond. Volgens mij 19 en 12 meter. En wat ga je nou nog doen? Ik denk gewoon naar huis. De jongeman is geblesseerd. Ben je geblesseerd? De jongeman is geblesseerd. En hoe komt dat dan? Ik was aan het schimmen en toen op een klimmuur en toen viel ik op een mat en toen gleed ik van de mat af. Ja, hartstikke goed jongens. Om 7 uur zijn we met de kleintjes begonnen. En nu om 8:30, ja, nu eigenlijk net klaar zeg maar. Ik weet niet hoe laat, nu is 9:15, misschien 9:30, zijn de laatste lopers binnengekomen. Dus wij zijn helemaal tevreden. Waar loopt u voor? Voor de grote kerk. Veel geld op te halen voor de restauratie van de grote kerk. Oké, dat is goed. En hoeveel kilometer heeft u gelopen? Ik ga de 6 kilometer doen. Oké, je bent zelf ook heel sportief? Ja, ik loop heel vaak afstanden. Ik vind het een leuk event. Ik woon hier in Breda. En het is een goed doel. Voor iets in Breda. Echt, je loopt voor de grote kerk. Dus ja, dan vind ik het leuk om even mee te doen. En 6 kilometer is ook te doen. Dus, gaat u naar de afterparty vanavond? Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Oké. Okay. Genoeg energie nog? Jawel. Zet hem op. Dankjewel, komt helemaal goed. Ja, ze proberen zoveel mogelijk geld op te halen, maar NAC gaat het verdubbelen. Nu ook met NAC, hè. NAC heeft heel erg meegeholpen en de grote kerk. Uiteindelijk heb ik in de running dan, waar ik zelf van ben. En heel veel vrijwilligers, die hebben ons hartstikke veel geholpen. Dus helemaal blij dat iedereen mee heeft geholpen. Ja. Hartstikke mooi weer, het is een leuke sfeer. Er zijn hartstikke veel mensen die meedoen. Ik had iets meer kinderen verwacht eigenlijk, maar wij zijn van de partij. Ja, ging ook goed. We doen het voor de consumptie, hè? Consumptie? Ja, zeker. Ben je voor de afvallenkracht? Ja, wel een beetje afvallen. Ja, dus we zijn goed bezig geweest. Zometeen een wijntje? Misschien. Morgen. Ja, biertje. Ja. Echt waar? Ja, dat komt door een NAC-dieet. Een NAC-dieet? Wat houdt dat in? Ja, dan gaat je lijf kapot. Al de bier. Ja, we zijn Brabant, het is gezellig toch? Ja, dat klopt. Maar ja, ga dan maar een keertje rennen, dat wordt niks. En bij jou? Wat? Hoe ga je het rennen? Goed. Nou, we komen hier voor het biertje. Jullie komen eigenlijk voor het bier? Ja, lekker bier. Nog even door inderdaad. Dat klopt, ja. Dat is een lang dieet dan. Nou, tot 11 uur vanavond. Oké, dan stopt het. En dan thuis proberen te komen. 3, 2, 1. Breda Nu. Je weet het meteen.